beleving en winnen. Het positie leggen en de tactiek. De winnen geeft mij echt een kick. Dat ik een kinderfeestje wou houden. En toen kwam ik erachter dat ik het heel erg leuk vond. Het leukste pielen vind ik dat het spel nooit hetzelfde is. En dat er altijd nieuwe problemen ontstaan. De sensatie, de spanning als ik aan het spelen ben. Dat een denksport is en een concentratiesport. Ik doe het elke dag en om 5 uur. 7 keer per week, een paar uur. 5 keer per week en dan 2 uur per dag. 30 uur per week. Van de 7 dagen in de week doe ik het ongeveer 4 keer. 4 keer in de week of zo, een uurtje trainen. Ongeveer 15 uur per week. Ik wil het liefst de allerbeste worden gewoon en Europees kampioen. Om wereldkampioen te worden. De beste speler van de wereld te worden. En heel veel records breken met als jongste wereldkampioen. Ik wil de top bereiken. Mijn doelen zijn de top bereiken en de beste poelen van de wereld worden. Goud halen op het NK. Een EK-medaille halen. Het beste dat ik kan is tactisch nadenken bij het spel. Ibal. Ja, ik kan heel goed tactisch spelen. Ik weet wel wanneer ik aanval en niet. Bankshot maken. Potten. Kan ik goed. Maar positiespel, daar moet je nog aan werken. Bankshot en het spel straight pool. Achterbal. Wat je hier ziet is dat je ongeveer 30, 35 spelers hebt rondlopen tussen 8 en 18 jaar. En die vinden het gewoon super leuk om een leuk toernooitje te spelen. Ze komen niet voor het prijzengeld, ze komen niet om iets te winnen. Ze komen gewoon om kampioen te worden en om ergens de beste in te zijn. Dat is het allerleukste aan het NK Jeugd. Ja, er zijn heel veel lokale initiatieven. In Limburg is er de Pool School van René Peters, Tamara Peters en Melissa Rademakers. Hier in Woensel hebben ze de Pool Kids. Dat is ook een lokale school. En vanuit de KNVB is er natuurlijk het Jong Oranje programma wat spelers begeleidt en ook naar het EK Jeugd uitzendt. Nou, we zijn hier met 11 pupillen en om hun passie hier te zien of aan tafel is het leukste wat er is. Dat is bijna nog leuker als zelf winnen. Ja. Absoluut om allebei. Het is een combinatie van plezier en natuurlijk ook goede prestaties neerzetten. Al denk ik wel dat als je goede prestaties neerzet dat je automatisch plezier hebt. Maar ik vind dat ook als je geen prestaties neerzet dat je wel met een goed gevoel moet kunnen terugkijken op wat je doet met poelen.